lieve vrienden. Het is vandaag alweer donderdag 22 augustus. En we leven om 10:30 en dat nog steeds in het jaar 2019. Hé, hey, ja. Rebecca die komt straks weer om 11 uur. Ik moet om 1 uur bij fysiotherapie wezen. Ik heb de wasmachine al lopen. De bank. In principe mag Frodo er nu niet op leggen, maar ja, hou dat maar tegen. Wees je het gewend, maar ik heb zijn kleed uitgeklopt. Ook in de wasmachine erbij, bij allemaal dierenbenodigdheden. Want ook dat heb je één keer in de zoveel tijd. En Frodo heeft vanochtend daarom een beest overgegeven. Op het, de deurmat bij de voordeur. Ja! Dus er ook maar gelijk erbij in. En ik heb een schoonkleed meegenomen. Dus Rebecca en ik kan die bank even goed stofzuigen. Dan kan ik het kleed weer erop leggen. En dan is dat ook weer helemaal netjes schoon. Ja, 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 ja. Dus ja, het is prachtig mooi weer. Maar ik vind de wind op zich momenteel nog vrij aan de frisse kant op mijn blote schoudertjes. Bandje zeg ik dat. Maar in ieder geval, ik wens jullie ook natuurlijk uiteraard weer. En hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van deze gek Corina en de beestenboel Eowyn, Gandalf en Frodo. Jij? Ja toch meisje? Ja. En ik ga voor mezelf een bakje koffie maken en een broodje en de beestjes even eten geven. En die hebben ook zin in wat. Eowyn die zit dan met haar ene pootje omhoog. Hé, jij? Jij schat. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ook van jullie dag. Als jullie tenminste ook mooi weer hebben, en dat zal haast wel. Want het is wel voorspeld door het hele land heen. Enkels hier en daar is het een paar graden hoger dan weer aan een andere kant. Maar het is heerlijk genieten. Ja, ik zou zeggen, we spreken elkaar later. Ik neem jullie mee naar de fysio. Kijken of het weer zo rustig is. Dan kan Frans mij vloggen. Zo niet, dan hebben we daar pech. Maar na de fysio gaan we weer naar de dijk. Want vandaag begint het met die speciale achterlijke gekke fietsen die op de wind rijden. Ja, met windenergie. En dat is altijd wel leuk en grappig om te zien. Het zijn meer lichtfietsen met een overkoepeling eroverheen. Dus ze zitten beschermd, alsof ze al om zouden vallen. Met een hele grote, gigantische grote ventilator erop. En die wordt door de wind aangedreven. En dan is het aankachelen maar. Rijden met die handel. En dan wil ik weer eventjes vloggen uiteraard. En dan gaan jullie gewoon gezellig met me mee. Ja, helemaal top, helemaal leuk, helemaal geweldig. Ik zou zeggen, we zien elkaar. Ja, lieve vrienden, Rebecca die is boven druk bezig. Ik ben hier net eventjes weer bezig geweest om wat te repareren, want dat was wat kapot. En dat is ook weer heel. Ik denk ik vlog nu weer eventjes nadat ze nog bezig is. Ik zit nog aan een bakje koffie. Als ze zo meteen klaar is, dan gaan we dus weg. Ja, want dan moet ik ook naar fysiotherapie. Dus ik maak ook de camera zo vast klaar om jullie mee te nemen. Want ik wil deze mee en niet de oude. Nee, ik wil deze mee. Komt helemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Geniet van alles. Doei, doei. Dat is al stroom naar 82 C. Ze doet het geweldig. Ze pakt zo'n uurtje training met lopende band en fiets. Af en toe wat rust tussendoor, glaasje water. En niet te vergeten haar uitzonderlijk interesse in het vloggen. Waarin ik als fysiotherapeut alweer heel veel van geleerd heb van Corine. Dus ze zei nu tegen mij, Frans, wil jij voor mij eens even een filmpje maken van die lopende band? Hoe goed ik dat doe. En daar heeft ze helemaal gelijk in. Ze presteert geweldig. Opvoeren, ja? Ah, kijk, ze is dus ook al de snelheid aan het opvoeren. We gaan even kijken op het dashboard van deze snelle lopende band. En inderdaad, ze voert de snelheid nu op met 1,7 km per uur. En je had hem? 1,2. Dus binnen een minuut heeft ze hem al opgevoerd. Dat is echt karakter, hè? Ik ga even verder afstaan, dan kunnen we haar hele beeld goed zien. Nou, ze loopt echt super goed. Tempo is goed, houding. Kortom,
Wat wil je nog meer? Alleen nu moeten ze nog even een half uurtje door. Gaan. Eens even kijken of we dat kunnen volmaken. Wat een toffe jullie! Het is hier lekker. Ja. Hoe mooi. Ja, en ze zijn al bezig daar ginds in de verte. En daar gaan wij naartoe. Daar zijn ze met fietsen bezig die op de wind rijden. Dus ja, we gaan er gauw naartoe. Dat was dus één fiets en daar staat er nog één en daar gaat nog één. Komt op YouTube. Yes. Corina en de beestenwol. En daar staat er nog één. Wat zei je nou? Een vlogster of een vlogster? Een vlogster. Oh, een vlogster. Kijk, jullie zijn vloggers als jullie het zouden doen. Jullie zijn mannen, hè? Ja. Mooi. Nee.
dan niemand mag die hebben. Nee. Ik wil mij. Super cool. Ja. Maar ja, ik vind het ook cool. Ja, we kunnen gewoon uw YouTube kanaal vinden. Ja. Ja, Corina in de Beverwol. Ja. Dat is niet mijn achternaam in de Beverwol. Ik heb een hondje en twee katten. Ah, okay. Dat is de Beverwol. Ik hoor weer. Tussendoor. Hier staat ook nog zoiets. Zo. We hebben wel een hoop onderhoud nodig. En je hebt weer wind nodig. En dat is zo wel. Ja. Er is genoeg wind. En die draait weer, maar staat wel stil omdat hij omhoog staat. Texel op de achtergrond. Dat zijn allemaal teams die meehelpen, etc. YouTube. Ja. Ben je daar Nederlands? Wat? Oh, you English? Danish.
gaat dan rijden. Die wordt geduwd eerst, dat hij wind kan vangen. En dat is zwaar hoor. Hup, kijk eens. Het hele wielmechanisme om te sturen en alles. Wielrenners, en die mogen momenteel niet hier over deze weg heen, maar die moeten er bovenaan, onder het gras door. Ja, onder het gras mogen ze doorrijden, die kant op, en helemaal doorrijden. Ik had wel dat ik deze kant op mocht komen, omdat ik niet met de booster schuin durf te rijden. Nee, dat gaat mij niet lukken. Dus ik kreeg permissie helemaal aangevraagd of ik hier over deze weg, deze kant mocht lievelen. Nou, dat mocht. Maar die fietsers, nou, dat zijn wielrenners, die kennen dat wel. En die draaien daar ook weer, die groene. Maar ja.
staat ook nog steeds omhoog. Daar is een fotograaf bezig, althans, het kan ook een hobbyfotograaf wezen. Dat gaat allemaal. But you need to turn around. So make a big turn. See to it that you don't roll someone. Hoef het vast houden, meneer. Hoef het vast houden, meneer. Dat krijg je niet. Nog eentje, dat is de gele. Het geel. Buitenland. Eén groepje met één zo'n fiets die hier van hier komt. Ja, dan gaat hij. Haha. Hij is traag. Heel traag. Ja, nou begint hij een beetje te komen. Nou ja. Ik vind hem traag gaan. En dan komt er alweer eentje binnen. Die is een sleeptouw. Ja, je hebt er echt veel wind voor nodig. Heel veel wind. En daar gaat het zeilbootje. Even weer van de rust genieten. En heerlijk die zee, heerlijk. En het ruikt hier zo lekker. Echt, het ruikt hier fantastisch. Nou ja, lieve vrienden, ik hou het weer van zien. Ik ga die kant op. Dus dan weten jullie het even. Ik zou
zeggen, geniet nog verder van jullie dag en ik zie jullie straks als ik weer thuis ben. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en ik hoop dat jullie hebben genoten onderweg. Althans onderweg op de dijk, hè, met die fietsen. Het is weer eens wat anders om te kijken, ja. Ik vond het wel weer even gaaf allemaal. Ja, ik heb het vorig jaar ook gezien. Maar toen deed ik het allemaal nog niet zo goed en ik doe het nou allemaal beter. Maar ja, ik kan geen woord Engels. Oké, ik bedacht me laat. Oh jee. Ik heb een tolk op mijn telefoon zitten. Dat is inspreken en het wordt vertaald. Ja, ik denk nou ja, pech, jammer dan. Ik kan er niks aan doen. Moet ik even andere jaren aan denken met die Engelsen. Ja, dan spreek ik Nederlands in en het wordt in het Engels vertaald voor hun. In de taal die ik nodig heb. Frans, maakt niet uit. Duits, Portugees, weet ik veel. Maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval probeer ik dan daar andere jaren aan te denken. Want ik heb die app nog niet zo lang op mijn mobiel staan. Dus ja, dan denk je er ook 1, 2, 3 niet aan. Ik ga nou lekker een bakje koffie maken. Ik heb ook nog even boodschapjes gedaan. Dat staat hier in de tas. En dan lekker een Bounty erbij. Ja, nou ja, morgen komt Astrid weer. Dus ik heb ook weer even koeken in huis gehaald. Want het wordt ook op. Ja, en bij de koffie behoort een koekje, zeggen ze dan. Nou ja, ik heb ook cake. En ik moest wasmiddel halen. En ja, dat was ook bijna op. Oh ja, en nog wat. Bij fysiotherapie. Frans die nam de camera dus even ter hand. En die begon dus even reclame te maken. Maar ja, ik word niet betaald. Hij wordt niet betaald. Ja, zijn werk. Voor zijn werk wat hij doet, wordt hij betaald. Maar de reclame wordt hij ook niet voor betaald. Dus ja, jammer dan. Pech gehad. Ja. Ik ga er ook niks overheen plakken. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Helemaal niet. En dan is het ook het leuke eraf, weet je. Hij deed het in principe goed en... Hij hemelde mij op, duimpje omhoog. Ja, helemaal top, geweldig. Ik ben er blij mee. Ja, dat was dus Frans zijn stem. Ja, je ziet hem zelf niet, want hij komt niet in beeld. Maar zijn stem hebben jullie nou gehoord. Dus ja, wordt geweldig toch? Ja, vond het leuk. Ik op de band. Enkel, ja, met de fiets was er nog een vrouw. En ja, dan kan die niet, kunnen niet gevlogd worden. Maar oké, ze heeft wel een kaartje gehad, want haar zoon die vlogt de oude. Dus leuk! Dus ik krijg er nog meer volgers bij. Kom maar bij me. Gezellig! Gezellig samen met Corina en de beestenboer. Ja toch? Ja! Als je wilt weten waar ik woon, nou, dan. Ga je me naar Facebook en je zoekt me daar maar op. Iedereen die mij kent als Corina en de Beestenboel, die kent mij ook als Corina Luisterburg de Jong. En denk erom, Corina met I-E. Dus niet alleen nog een I, nee, I-E. Ook zo schrijven, want als je op Facebook mij wilt taggen, dat lukt je dan niet met een I, want... Ik heet zo helemaal niet, nee. Ik heet Corina met IE. Dus ja, doe je best. Kom er gezellig bij. Ik vind het helemaal leuk. En we maken er gewoon een feestje van. Want het leven is gewoon een feest. Je mag blij zijn dat je een leven op aarde hebt. Dus wees ook lief tegen elkaar. En ja, het leven duurt maar even. Kijk naar mijn man. Die was nog maar 53 lente zomers. Moet ik zeggen, want we waren beide in de zomerjaar. Ik ben in de zomerjaar. Hij was het. Hij was nog maar 53 zomers jong. Wat is dat nou? Dus ja. En je kan het ook met baby's bekijken. Er zijn talloze baby's. Die komen te overlijden na hun geboorte of zoveel weken te leven. Of ze markeren iets en dan mogen ze maar een jaartje leven of zo. He, het leven duurt maar even. Dus geniet van de dag die je krijgt. En ja, wees ook lief naar een ander toe. Draag dat uit. Geef elkaar de hand en niet je vuisten. Ga er niet op slaan. Nee, helpt allemaal niet. Ik weet in het zuiden des lands, in België, daar geven ze ook knok. Een
tegen elkaar aan en dat bedoelen ze van, hey, hallo, nee, ik vind dat me niks. Nee, een vuist is bij mij vechten. En daar hou ik totaal niet van. Dus ja, wees lief voor elkaar. Geef elkaar de hand. Het is noods een hug, knuffel. Maakt niet uit, arm om elkaar heen. Want je hebt elkaar nodig in deze maatschappij. En geen haat, nijd. Nee, alleen nog maar liefde. Liefde voor een ander. Respect voor een ander. Kom op. Waar zijn de normen en waarden gebleven? Dus, ja. Draag je liefde uit naar anderen. Dat doe ik ook. Dus lieve vrienden, ze zeggen tot later. Ik ga de koffie. Doei doei. Ja, en zoals jullie zien heb ik mijn schortje weer aan. Ja. Ik heb de witlof gesneden dat we morgen eten. Ik samen met Astrid, of eigenlijk Astrid en ik. Ja, we gaan naar de witlof. Lekker weer eens een keer, een tijd geleden. En misschien voor haar niet, weet ik niet. Ik weet niet wat zij verder door de week eet. Maar ik had zin in witlof, dus ik denk, ik maak witlof klaar. Ja, leg ik in een deuk als ik het vandaag heb gehad. Nou, het is een pech, eet het twee keer. Simpel. Ja, want aan de ene kant is het makkelijk met eten, aan de andere kant is het moeilijk. Want ik moet altijd maar beslissen. Het is maar zelden dat zij zegt van, doe dat maar eens. Of doe dat maar eens. Nee, ik moet, 9 van de 10 keer moet ik het zelf beslissen. Nou ja, en ik had zin in witlof, het was in de aanbieding. Dus ik denk, voilà, nee, ja. Nou heb ik ook weer eens verse sperzieboontjes mee. Een heel zak vol. Toch heel wat. En ja, dan mag er iets twee eten, als het wordt gebroken, persiebootjes. Nou, 34 cent. Dat is toch lachen. Ja. Dus ja, dat ga ik ook voor de week klaarmaken. Ik heb worstjes nog wat op de barbecue behoord, maar dat kan je ook bakken, vind ik tenminste. Hoe heet die dingen? BBQ worst, oftewel barbecue worst met tuinkruiden, deze. En dan heb ik er nog één. Andersom. Dat is smoky. Oh. Smoky. Ja, dat weer. Nou ja, smoky. Ja, barbecue worst smoky, zo heet dat. Dat zijn die rode. Maar ja, allebei heerlijk hoor. Ook gewoon om te bakken, ja hoor. Kijk rustig. Hoef je niet op een barbecue te leggen hoor. Of op een grill. Nee, kan zo ook. Echt wel. Vaak genoeg dan. Oh ja, en ik heb voor mezelf nog een salade meegenomen, die heb ik nog nooit gehad. Dat is een kruidige pasta salade uit de ambachtelijke keuken. Ja, zo'n bakje. Ja, was ook maar een euro. Ik denk nou Peking hoor, te huur. Ik denk lekker voor vanavond bij mijn warm eten salade erbij. Lekker, voedzaam en gezond. Simpel zat. Maar ja, nou ga ik de computer aan doen. De witlof staat op, die staat laag. Kan niet overkoken, want er zit een klontje boter bij in. We kunnen het niet overkoken. Ik ga de computer aan doen en ik ga een film in elkaar renderen. Kan die weer naar YouTube? Ja, want die is vandaag nog niet aan geweest. Dus dat gaan we nou doen. En ondanks alles, ik ben dood. Moe. Maar ik ga niet naar bed. Nee, want dan slaap ik vannacht. Doen we maar niet. Nee. En Frodo die legt lekker bij de tuindeur. Zijn voorpootjes zo eruit. Zijn neusje met de kat eruit. En de rest legt binnen. Zo legt hij lekker. Ja, hij is. Ja, en hij was even zonder kap. Dan had ik lekkers gekregen. Maar dan had hij eerder op dan ik verwacht had. En nee, dan kijken we, zit hij weer aan die elleboogholte van zijn voorpoot. Ik denk, oh waarom nou weer? Het was zo mooi aan het genezen, weet je. En dan hup, maakt hij het weer kapot. Ik denk, nou ja, ik
Geef hem ook niet op sociodemieter, echt niet. Het is kap, weer om en klaar. Ja, blijf bezig om mijn moeder te straffen. Dat helpt me toch twee keer niks. Nee, ik krijg er als een kap weer om en klaar en verder negeer ik dat. Maar hij ligt er nou weer lekker lief naar. Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou ook zeggen, alvast smakelijk eten voor zometeen. Want het is 5:02. Voor vanavond een hele, hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Voor later welterusten, slaap lekker, met mooie dromen en gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!